Hoi, ik had weer eens een keertje zin om koekjes te bakken. En aangezien ik dat niet heel erg vaak heb, dacht ik oké, ik moet hier gewoon gelijk de camera bij aanzetten. Vandaag gaan we aan de slag met het maken van sandwichkoekjes. En dat zijn in feite twee gebakken koekjes bovenop elkaar met een lekkere vulling ertussen. En vandaag is die vulling extra lekker. We maken hem namelijk met karamelpasta. Het worden dulce de leche sandwichkoekjes. De dingen die we nodig hebben voor het maken van deze sandwichkoekjes zijn als volgt. Ik heb hier eerst gecondenseerde melk. Deze hebben we nodig voor de vulling. Dan heb ik een beetje vanille-extract, wat normale bloem, patentbloem met snufje zout, kristalsuiker en ongezouten roomboter op kamertemperatuur. Aangezien die gecondenseerde melk wel even de tijd nodig heeft om karamel te worden, gaan we eerst deze opzetten. Ik heb een pannetje op het vuur gezet, daar leg ik dit blikje in. Deze kook ik vervolgens ongeveer 1,5 tot 2 uur tot het mooi dikke karamel is geworden. Zorg ervoor dat dit blikje ten alle tijde onder water blijft staan, anders heb je kans op ontploffing en dat wil je echt niet. Dat wil je vooral niet schoonmaken. Terwijl de gecondenseerde melk wordt gekookt en ook al duurt het nog even, gaan wij wel vast aan de slag met het maken van de koekjes, zodat die ook een beetje kunnen afkoelen. Ik heb hier de boter. Ik ga het beslag maken met mijn keukenmixer. Ik doe de zachte boter in de kom. En daar voeg ik de suiker aan toe. Samen met het vanillearoma. En dit laat ik nu door de keukenmachine even luchtig kloppen. De boter en de suiker zijn mooi luchtig geklopt, zoals je kunt zien. Nu mag daar de bloem en het snufje zout bij. En dit laten we nu kloppen, of je kneedt het met je handen, dat kan natuurlijk ook, tot een mooi soepel koekdeeg. Het koekdeeg is mooi soepel gekneed. Ik heb het nog eventjes ietsjes doorgekneed met mijn handen, zodat het mooi egaal werd. Ik heb nu mijn aanrecht bekleed, of bebloemd eigenlijk, met een flinke hoeveelheid bloem. Dat doe ik omdat het koekdeeg vrij soepel is. En nu ga ik dit uitrollen tot een grote plak. Het voordeel van dit koekdeeg is dat het en in vorm blijft, dus het loopt niet uit in de oven. Maar je hoeft het ook niet eerst in de koelkast op te laten stijven. Dus je bent veel sneller klaar met het maken van deze koekjes. En terwijl ik dit doe, heb ik de oven vast voor verwarmd op 180 graden. En een bakplaat bekleed met een vel bakpapier. Zo, mijn plak is ongeveer 1 of 2 mm dik, denk ik. Tijd om de koekjes uit te gaan steken. Ik ga gewoon ronde koekjes gebruiken. Ik heb hier een koeksteek van, ik denk, 3,5, 4 centimeter breed. Dat is prima. Steek gewoon stukjes uit het deeg. Heel makkelijk. Zo. Die cirkeltjes leg je nu op de met bakpapier beklede bakplaat. Het is heel lastig, bakpapier bekleed bakplaat. De rest van het deeg rol je gewoon weer op. Kneed je nog een keertje door, rol je weer uit. En deze stap herhaal je gewoon totdat al je deeg op is. De uitgestoken koekjes liggen op de bakplaat. Tijd om ze in de oven te gaan doen. Zoals ik al zei, heb ik die voorverwarmd op 180 graden. Deze schuif je gewoon in het midden van de oven. En dan hebben ze ongeveer 10 minuten nodig. Zeker niet langer. Want je wilt ze namelijk niet te droog bakken. We zijn een paar uurtjes verder. Ik heb hier de koekjes. Deze zijn omgedraaid, maar die zijn van de bovenkant ook gewoon mooi hoor. Ze zijn mooi rond gebleven. De dulce de leche of de karamelpasta is afgekoeld. Dus het is tijd om te gaan smeren. Ik heb hier mest in gestopt. Het is zoals je kan zien een dikke massa geworden. En ik smeer nu de helft van de koekjes aan de onderkant in met de karamelpasta. Het ziet er heerlijk uit. Ruikt ook heel erg lekker. En daar druk ik natuurlijk een ander koekje bovenop. Want dat zijn niet voor niks sandwichkoekjes. En dan zijn dit je dulce de leche sandwichkoekjes. Nou ja, deze stap herhaal je natuurlijk gewoon totdat je de helft van de koekjes hebt ingesmeerd. En daar de andere helft bovenop hebt gelegd. Oké, dit is echt heel stom. Ik had de outro al volledig opgenomen, inclusief het proefmoment van deze koekjes. En de camera heeft niet opgenomen. Nu is het bijna etenstijd en zit ik goed vol. Dus ik ga die koekjes niet nog een keer proeven. Excuus daarvoor. Maar ik heb ze natuurlijk wel geproefd. En ik kan je verklappen, ze zijn echt zo onwijs lekker. Die koekjes zijn lekker zacht. Ze zijn zelfs licht zoet. En die karamellaag daartussen, die wordt wat harder als je ze tussen de koekjes smeert. Die is best wel zoutig. Dus dat is echt heel erg lekker. Ze zijn echt heel erg goed te doen. En doordat de koekjes wat zachter zijn, zijn ze ook vrij makkelijk te eten. En dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. De karamelpasta die ik heb gemaakt is vrij licht van kleur. Dat komt omdat ik de gecondenseerde melk maar 1,5 uur heb laten koken. Mocht je nou fan zijn van die echt hele donkere karamelpasta die heel stevig van smaak is, laat die melk dan gewoon ietsjes langer koken. Dan krijg je dat effect ook. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond om te zien. Ondanks dat het proefmomentje nu even ontbreekt. Maar ik krijg er echt geen hapje koek meer in.
Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je dat leuk vindt. En doe een duimpje omhoog. Dus laat ook zeker suggesties achter voor andere recepten. Mocht je die hebben, want dat is altijd welkom. Nogmaals bedankt voor het kijken en hopelijk tot gauw. Doei doeg!